Zo, dit was even een pauze tijdens mijn rondje hardlopen. ja, dat doe ik het liefst elke ochtend. Lukt natuurlijk niet. Maar dat zou ik wel het liefst doen, want dat werkt voor mij ja, perfect om eventjes lekker de boel aan te jagen. Wij gaan nu naar Amsterdam, want daar is een hondje die met spoed een nieuw baasje zoekt. En we gaan zo meteen het verhaal horen waarom. Maar ik vond het in ieder geval belangrijk om daar even naartoe te gaan, omdat... ja, omdat ik dan eventjes een filmpje ga maken. En die gaan we dan ook delen op social media. En ja, in de hoop dat hij dan dus sneller een plekje vindt. Ik loop nu in Amsterdam-Noord. En ik ga op bezoek bij hondje Bor. Dit is Bor. Nou, ik sta hier bij Louise en Monique. En deze twee fantastische dames hebben de zorg voor Bor op zich genomen. En hebben Bor dus ook op verhuisdieren geplaatst. Waarom zoekt Bor eigenlijk een nieuw baasje, Louise? Nou, Bor zit acuut zonder baasje omdat die mevrouw heel ernstig ziek is en die niet meer thuis komt. Hij zit nu in zijn eentje thuis. Hij wordt verzorgd dus door de paar mensen die hem uitlaten en wat met hem wandelen. Maar hij mist gewoon de gezelligheid van een baasje en die met hem optrekt, die met hem speelt. En dat is natuurlijk niet goed als je helemaal alleen zit. Dan gaat hij zich heel zielig voelen. Dus daar vandaan dat we dus met spoed een baasje zoeken. Nou, kijk eens wat een ontzettende lieverd. Hoe oud is Bor eigenlijk? 8 jaar. 8 jaar ben je. Hey schatje. Hi. Wat een mooi hondje, hè? Nou, ik heb net het filmpje van Bor geëdit. En ik ga hem zo meteen opslaan. En dan ga ik hem delen op Facebook. En hopelijk zijn er dan een hele hoop mensen die het filmpje gaan zien en die interesse hebben in Bor. Zodat hij heel snel een fijn thuis vindt.